Mijn naam is Daaf, ik ben 14 jaar, ik kom uit Uithoorn en ik ben lid van Ajax Jongenscharen. Ik ben hier als winnaar van de meet and greet met Davy Klaassen. Hij is een van mijn grote voorbeelden door zijn goede passes en acties voor de goal. En vandaag ga ik hem ontmoeten. Hallo. Hi, Davy. En Davy. Daaf. Hoe is het? Goed hè? Ja? Nou, welkom in de toekomst. Dit is waar ik samen met mijn ploeggenoot eigenlijk elke dag ben. Nou, gefeliciteerd. Jij hebt de prijsvraag gewonnen. En wat was jouw favoriete moment voor mij bij Ajax? Mijn favoriete moment is jouw hat-trick tegen Napreda. Omdat 2 uur voor de wedstrijd hoorde ik dat van een vriend van mij dat ik naar de wedstrijd mocht. En ja, dat was hartstikke bijzonder. En die 3 goals van jou maakten mijn dag helemaal goed. Het was wel echt een speciaal moment voor mij ook om 3 keer te scoren in de arena. Nou, was het de eerste keer voor jou dat je een hat-trick maakte? Ja, ik heb in de jeugd wel eens een hat-trick gescoord, maar wel de eerste keer in de eerste helft. Ja. Tot nu toe ook mijn enige. Klaassen, Schöne, Klaassen, oh ja, nu moet het gebeuren en het gebeurt erop. Het is Schöne. Ja, ik weet wel dat we, ja, dat ik denk ik een, ja, dat zijn een half uurtje dat ik de eerste goal maakte, kreeg van Lasse Schöne. En ja, toen stond de krantje 16 en hoefde ik me eigenlijk alleen maar in de hoek te schuiven. Nou ja, maar moet je toch doen? Ja, dat was wel, dat was denk ik wel nog de makkelijkste. De tweede kreeg ik als Victor ging er vandoor op links en die hield even in. En ik was achterlangs gekomen aan de rechterkant en hij ja, gaf hem precies op maat voor. En ja, schoot ik hem heel hard, nog wel 4 keeper schoot ik hem erin. Nou, die was zeker lekker. Ja, dat was ook vlak voor rust, dus dat was wel... ja, en toen in de rust denk je dan van ja, misschien kan ik nog een derde maken na de rust. Ja. En toen kwam de lange bal van Niklas Moisander. Ja, die nam ik eigenlijk perfect aan langs de keeper. Ja. Toen was het makkelijk om erin te schuiven. Dat was wel een mooi, heel mooi moment. Hoe ben je begonnen met voetballen? Ik ben op mijn 4e ben ik begonnen bij HVV de Zebra's. Dat is een club in Hilversum waar ik zelf vandaan kom. En, een paar jaar gevoetbald. Toen heb ik 1 jaar bij Wasmeer gespeeld, ook uit Hilversum. En op mijn 10-jarige leeftijd werd ik gescout en mocht ik hier mee trainen, wedstrijdjes meespelen. En uiteindelijk ja, waren ze zo tevreden dat ik het seizoen erop hier mocht beginnen in de D3. En ja, toen uiteindelijk bij het eerste terechtgekomen. Hoe voelde het toen je gescout werd door Ajax? Ja, wel heel speciaal. Ik weet nog wel dat ik thuis kwam en ik kreeg een brief lag er op de deurmat. En ja, er stond er dat ik mee mocht trainen. En, ja, alleen dat al was toen geweldig. Toen ik uiteindelijk hier op gesprek kwam of ik wanneer ik te horen kreeg of ik mocht blijven of dat ik bij de amateurclub bleef. Ja, het was toch wel heel speciaal dat ik hier met mijn ouders was en dat ze vertelden dat ik bij Ajax mocht komen spelen. Dat was wel een droom die uitkwam, zeg maar. En welke klus voor jezelf? Legmeervogels in Uithoorn, ik weet niet of je dat kent. Ja, heb ik wel eens wel gehoord. Ik heb ook wel eens tegen voetbal vroeger nog in de D3 met Ajax heb ik wel eens tegen gespeeld. En, ja. En welk team speel je? In de C3. Okay. En welke positie? Spits of rechtsbuiten, dat wisselt soms af. Je hebt een beetje de doelpunt te maken. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Nou, laat maar zien wat je kan dan. Nou, hoe vond je het? Ja, hartstikke leuk. Ja? Mooi, dan gaan we even wat drinken in de kantine, denk ik. Ja, prima. Gezellig. Wil jij ook een meet and greet winnen? Word lid van Ajax Jongenscharen en wie weet zie ik jou hier de volgende keer op de toekomst.